In deze video neem ik je mee langs vijf bijzondere camperplaatsen. In de Vogezen en in de Eifel. Nummer 5, Baccara. De camperplaats bevindt zich op het Marktplein, midden in het centrum van dit lieflijke stadje. Oh, stop! Opgeheven? Ja, officieel is de camperplaats opgeheven. Maar de witte letters op het asfalt heet ons hartelijk welkom. Dus we gaan het gewoon proberen. Los van wat prullenbakken heeft deze camperplaats je maar weinig te bieden. En dus moeten we het hebben van zijn omgeving. De rivier de Meurthe snijdt het stadje prachtig in tweeën. Maar voor de echte highlight van Baccara moeten we naar de overkant. Over de brug of langs de waterkrachtcentrale van 1927. Alles ademt hier kristal, kristal en nog eens kristal. Een beetje kitsch, maar wel bijzonder. De fabriek is van 1764 en is nog altijd operationeel. En in het museum zijn een paar tsaristische topstukken te bewonderen. Op naar nummer 4. Voor de volgende camperplaats rijden we zo'n kleine 50 kilometer naar het zuidoosten. Naar Planfijn. Dit is werkelijk een prachtige plek, aangelegd als een carousel. De officiële lengtelimiet is 10 meter, maar ook met een meter of 12 kun je er prima terecht. En voor 6 euro krijg je behoorlijk wat. Je kunt je tanks legen, je watervoorraad aanvullen en je krijgt 16 ampère stroom. Op zo'n 40 meter de wasserette, 10 meter verder de bibliotheek. En aan nog eens 15 meter een heel aardig gesorteerde supermarkt. Ook deze plek ligt pal aan de Meurthe, al is de rivier hier wel al een stuk smaller. In Planfijn zelf is niet veel te beleven. Maar je kunt vanaf hier wel prachtig de Vallée de la Meurthe volgen. Om uiteindelijk uit te komen op de Route des Crêtes. Met werkelijk schitterende uitzichten. En die kale berg, de Honeck.
waar je verscholen in het gras de bron van de Meurthe vindt. Voor onze derde bestemming trekken we zo'n 130 kilometer westwaarts naar Letton, wat zoveel betekent als de tonijnen. Of eigenlijk moet ik zeggen, de kleine tonijnen. L'Ancien Couvent des Cordeliers is een Franciscaner klooster uit de 15e eeuw. Als je lid bent van France Passion of je eet in het inpandige restaurant, mag je hier gratis staan. Het is 30 graden buiten. En toch brandt binnen een vuur. En tegelijkertijd... airconditioning. I don't understand. Maar dat vuur wordt al snel duidelijk. Et voilà. Le jambon. Oui. Jambon d'ici. Oh, oké. Okay. Et combien de temps? Comme ça. Oh, 3 minutes. 3 minutes. Et c'est prêt. Oui. Petit peu fumé. Avant. Oui. Ah, ok. Voilà. C'est bien ça. Voilà. Voilà. Met mijn maag vol ham mag ik daarna naar boven, het kloostermuseum in. Ik ben op zoek naar de gevangenis, gebouwd in opdracht van koning Lodewijk XV. Speciaal voor een landeigenaar die zijn grond niet wil afstaan. Op last van de koning werd hij er vastgezet. En zo te zien zit hij er nog steeds. This is the prison. Wow. De volgende dag gaan we op zoek. Searching for the source of La Meuse. Naar de bron van de Maas. Of eigenlijk twee Maasbronnen. De eerste is een beetje een sof. La Meuse, Fontaine de Val. The rest is not really. Oh, okay. De tweede bron ziet er al een stuk beter uit. Where it's going? To Rotterdam. Mer du Nord. Let's see. The garden and vegetables would like to receive some water from the source. So let's take a bucket. Voor de voorlaatste plek rijden we zo'n 100 kilometer. Bal naar het noorden. De camperplaats van Toel ligt vlakbij het eeuwenoude centrum.
officiële lengtelimiet is 8 meter. Maar heb je een langer voertuig, dan kun je prima terecht links onder de bomen. Zondag is, gaan we op zoek naar een kerk. En daarvoor moeten we dwars door de oude stadswallen. Dan plotseling staan we ervoor, de kathedraal Saint-Étienne. Start van de bouw in het jaar 1221, voltooiing 3 eeuwen later. Bijnaam de Stenen Dame. Voor nummer 1 op onze lijst gaan we 300 kilometer naar het noorden. We passeren de grens met Luxemburg en daarna duiken we het Duitse landschap in. Vredige kleine Duitse stadjes en dorpjes. Dwars door het glooiende landschap van de Eifel. Achter de slagboom een vervreemdende lange weg. Een paar kliko's en dat is het dan wel. En dus moeten we het opnieuw hebben van de omgeving. Die is hier zonder meer mooi, maar daar komen we niet voor. Want we gaan terug in de tijd. Er was eens een man die zoiets zei als: "Let's make this country great again." Das Eisern fest zusammengefüllt und zusammengeschlossen ist, niemals mehr getrennt werden kann. Geheel in lijn met zijn fascistische machtspolitiek
bouwde men hier Ordnungsburg Vogelsang, Hitlers eliteschool. Een van de grootste bouwwerken uit het nazi-tijdperk. Hitler had grootse plannen met zijn getalenteerde jongelingen. Hier zouden ze worden opgevoed en opgeleid. Om daarna, als de nieuwe leiders, uit te zwermen over het Derde Rijk. En zo gebeurde het ook. En de rest is, zoals dat zo mooi heet, geschiedenis. In onze tijd huisvest Vogelsang een museum, een bezoekerscentrum, een vestiging van het Rode Kruis, een vredespad, een camperplaats, een sterrenwacht en, hoe ironisch, een asielzoekerscentrum. Oké, dat is het voor nu. Wil je je abonneren? Druk dan op de rode knop hieronder. Het is helemaal gratis. Hope to see you in the next video. Bye bye.